Hallo en welkom bij een nieuwe Erasmus-vlog. 1, 2, 3, let's go! Ik ben in Brussels Airlines, ik heb afscheid genomen. Het viel mij wel zwaarder of zo dan ik dacht. Zeker omdat mijn mama het ook moeilijk had. Maar het is nu dus echt... Ik ga vertrekken, ik ben hier alleen. Het voelt nu wel even eng, want het is zo echt weg van alles wat je vertrouwt en alles wat je kent naar een nieuwe stad met allemaal nieuwe mensen. Dus een beetje spannend wel. Maar kijk, hopelijk komt het vliegtuig gewoon veilig aan. Heb ik mijn twee valiezen terug, dat ik die niet kwijt ben. Dat zal goed zijn. En dan goede treinverbinding, goede taxi en dan kom ik er wel. Ook super typisch. Ik doe mijn bagage zo door de scanner. En opeens mijn koffer wordt er van tussen gehaald. Dus ik zo, oh my god, dit meen je niet. Het was gewoon een routinecheck. Ik moest even open doen, er was niks mis mee. Dus dat is al gelukt. Hier mijn bed. Mijn spiegel. Alright, ik ben aangekomen op mijn kot na een lange dag van reizen. Het is echt 5 uur of zo. Ik heb al een valies gelegd in mijn kast hier achter mij, maar nu moet ik op zoek naar een supermercado om eten te gaan halen, want ik heb vandaag eigenlijk nog niks gegeten. En ook misschien om ontbijt al voor morgen mee te brengen. Dus dat ga ik nu doen. Ik ga op zoek naar ergens iets om te eten. Ik ben vergeten te filmen in de winkel, maar ik heb mijn gif gevonden. Mijn kaart was er wel niet, dus moet ik nog even uitfiguren. Maar ik heb honger, ik ga eten. Alright, het is de eerste ochtend dat ik hier ben wakker geworden. Ik heb redelijk goed geslapen. De muren zijn wel heel dun, maar gelukkig had ik oordopjes mee. En dit is dus mijn uitzicht. Ik weet niet of ik dat al getoond. Maar... Hier is er zo'n koertje. Niet zo'n gek uitzicht, maar toch leuk dat je een beetje kunt buiten zijn. Dus voilà. Nu ga ik mijn ontbijt gaan maken. En hopelijk is iemand anders van kotgenoot ook wakker. Dan kunnen we al een beetje elkaar leren kennen. En vandaag ga ik gewoon mijn boeltje even opruimen, want nu ligt het echt helemaal overal. Dus dat wil ik nog een beetje properder krijgen. En dan heb ik mij ook ingeschreven voor een tour van de city. Dus hopelijk mag ik daar naartoe. Ik weet niet hoe mijn mail is checken. Dus vandaag vooral een dagje organisatie. Alright, ik ben op wandel in de stad. Mijn kotgenote, de Italiaanse meid, is de eerste die ik heb leren kennen en ze heeft mij eigenlijk meegenomen. En haar faculteit is echt crazy. Ik zal straks een filmpje tonen. En die kijkt uit op de grootste kathedraal die achter mij staat. Maar ik vond het awkward om te filmen met al die mensen. Ik heb ook nog niet aan haar gevraagd om te filmen, want dat is altijd zo'n beetje de barrière. Maar dus nu ben ik gewoon door de stad aan het wandelen. En we zien wel waar ik uitkom. En ik ga wel sfeerbeeldjes nu posten. Kleine foto meer, want ik had niet zoveel foto's bij, maar kijk, nu is het toch al een beetje meer loren in deze kamer. Dus voilà. Alright, vandaag is al de hoeveelste dag zit ik hier? Van woensdag tot nu zaterdag. Ik heb een paar dagen niet echt gevlogd, omdat ik dat moeilijk vind met nieuwe mensen. Omdat ik dat nog niet echt vertel, wat ben ik vlog. En dan vind ik dat moeilijk om die op de video te zetten. Dus, maar gisteren. Ja, het was gisteren denk ik, heb ik met een andere Vlaming die hier is toegekomen en hier boven mij woont,
heb ik eigenlijk zo wat papieren gaan afdrukken om ons in te schrijven en zo, dat dat allemaal legit was. Zijn we iets gaan drinken, gewoon even de stad verkend en hebben we een museumpje gedaan. Ik zal anders wat foto's hierin zetten, want dat heb ik wel. En in de avond ben ik met mijn Franse roommate uit geweest en een paar vrienden van haar waren ook mee. Dus dat was super leuk om met hun een keer echt de nightlife van Salamanca te gaan ontdekken. En dat is leuk. Alright, dit was de tweede vlog van mijn Erasmus-avonturen. Ik ben dus toegekomen en dat was eigenlijk mijn eerste halve week. Dus tot de zaterdag, want de zondag heb ik niet echt iets speciaals gedaan. Dus moest ik niet vloggen. En de volgende vlog gaat dus over mijn eerste lesweek zijn aan echt de Universidad de Salamanca. Dus als je het niet wil missen, vergeet dan niet te abonneren, want dan krijg je meteen een melding als ik de nieuwe video post. Alright, tot de volgende!